De ontvangst bij het Centrum Verstrooid Kinder was geweldig. Volgende week in de uitzending zal Monique een uitgebreide rondleiding door dit centrum geven. Nou, de doormansred van Wakadougou Nokaya werd dit een van de spannendste momenten van de trip. We zien hoe Monique Sinhoes en Kaya. Die gaan nu voor het eerst naar het toilet. En ik vroeg aan Monique wie weet dan even staat op de wc bent. Zoals ze dus geen deur heeft. Dat merken ze vanzelf wel. Kijk, komt er hè. En dit is in het centrum voor de straatkinderen. Vannacht de slooplaats van Dennis en mij. Na een korte kennismaking met de diverse faciliteiten zijn we direct doorgereden naar het volgende project. We zitten hier bij een gebouw waar vrouwen en kinderen werden opgevangen die met water, overlast, alles verloren hebben. En deze dame hier naast mij is dus een van die, is net zoals mij verstuit net, is een van die vrolijke dames die hier alleen maar zien. Het is zo knap, ze zijn zo vrolijk, ze zijn zo lief. Ze lieken heel blij. En nu ik het wil gaan zeggen, ik kreeg alweer kippenvel. Die kindjes hier, dat is niet normaal. Die staan hier bewijzen van op een rieken. En kieken alleen maar, zeggen niks. Ze staan alleen maar heel, heel, heel braaf. Alles gade te slaan. En ja, dus het is ongelooflijk wie blij en content de mensen hier zien. En dat vind ik eigenlijk heel fantastisch, maar op een of andere manier maakt dat ook weer heel erg verdrietig. En dan weer door naar een revalidatiecentrum waar ik een heel bijzonder meidje heb leren kennen. Claudia zit hier te spelen met het kindje en dat lijkt heel zielig, maar het kindje is doodgelukkig nu. En dit is absoluut geen beeld wat medelijden moet opwekken. Dit kindje wordt geholpen hier in deze kliniek, is spastisch gehandicapt. Maar je ziet dat ze gewoon heel gelukkig is met het kleinste beetje wat je haar in je handen geeft. Ikzelf vind dit fantastisch. S'avonds werden er een feest gehouden met vuil zang en dans. Monique werd door de hoge commissaris geëerd tijdens een korte ceremonie met een Burkinese naam, Somwaya. Het goede is gekomen. Woensdagochtend wordt het hoog tijd om naar Namsegi af te reizen, waar wij hartelijk ontvangen werden door de kinderen van de kleuterschool die speciaal voor ons een paar kilometer op hun slippertjes waren komen lopen. Ze hadden zelfs een rode loper en een Limburgse vlag. De rode loper hier? Ja, dit is geweldig. Ontvangst. Ja. Nou, dit is dit hebben we nog nooit meegemaakt, hè? Zo'n ontvangst. Claudia, nieuwe vrienden? Nieuwe kindjes? Ja, er is niks zo vertederend als zo'n klein handje van zo'n klein vreemd kindje. Zo lief. Samen liepen we de kilometers naar het dorp.
Dus die blootheid, we zijn in Namsigi. Namsigi is waar Monique eerder gewoond heeft, waar het eigenlijk allemaal begonnen is. Want hier woonde ze een foster-parentkindje, wat het is komen opzoeken. Dus net als alle voorgaande dagen een ontzettend heftige dag geweest. Aan het eind van de dag zien ze vaak pas op die cameraatje aan de foto's. Waar zij daar allemaal gedaan is, want het is te veel om te bevatten. Ik denk ook dat ik als ik toen de foto's terug zie en zeker de bewegende beelden, dat ik mij dan volgens mij pas echt kapot ga schrikken. Nou, en dan de rit naar Namsigi, dat is op zich al een avontuur, want dat is hoebelen boebelen. En Monique had een fantastische jeep, was hier ook gewoon mos hebben. Maar dan met veel volwassenen op de achterbank, dat maakt het nog avontuurlijker. We hebben de kraamkliniek hier in Namsigi, hier vlakbij bezocht. Het centrum voor ondervoede kinderen. Het consultatiebureau hebben we gezien. Ja, het zal voor zich spreken dat dat allemaal niet te vergelijken is met wat veer bij ons gewend zijn. Leefkiekers, het zit er voor ons nu bijna op. Ik weet niet wat ik in mijn leven nog voor een reizen zal mogen maken, maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat er ooit nog een reis komt die zo uniek zal zijn als deze. Het is prachtig dat veer hier een wijk hebben mogen wonen en leven. In deze gemeenschap. De woorden hoi chat zullen voor mij nooit meer hetzelfde zijn. De kinderen hadden al vrij snel door dat ik vlak na bonjour op begon te roepen. Hoi chat, hoi chat, hoi chat. En als ik nu bij Monique achterom kom en die stom kinder, dan hoor ik je hele kleine stumpjes zeggen hoi chat. En ja, ik werd zelden zo blij als van dat woord op dit moment, van die twee woorden. Ik ben heel blij dat ik morgen mijn eigen gezin weer zal zien. Maar ik heb zo'n vermoeden dat als ik vannacht in het vliegtuig stap, dat ik dan een soort van schuldgevoel zal hebben. Omdat ik hier heel erg heb metgeleefd deze week met deze mensen. En straks weer terugvlieg naar mijn eigen luxe wereld. Want dat is toch waarin wij leven. Maar Burkina Faso zal ik absoluut nooit meer vergeten. Association Bel Combat. Association Bel Combat.